I never worked a day in my life. Lieve vrienden, lieve familie en vage kennissen, mag ik jullie welgemeende en meedogenloze superapplaus voor niemand minder dan Monique Smit! Stuntshow. Spannend, hè? Welk gedeelte vond je nou het best in de stuntshow? Dat laatste stukje dat alles in één keer in brand schoot. Ja, dat was inderdaad heel spannend, ja. We zijn hier op onze stuntshow die 3 keer per dag plaatsvindt. Ja, dat is een show die 25 minuten duurt, waarin de Crazy Action Stuntshow, waarin de mensen meekrijgen hoe een filmset gemaakt wordt en hoe je kan leren om hoe een film stuntshow gemaakt wordt. We zijn nu bezig achter de schermen om te kijken wat gaan we volgend jaar doen. We gaan misschien de hele stuntshow wel ombouwen en wat we erg graag zelf zouden willen doen. We hebben vorig jaar in Halloween, is Erik, ben je ook bij ons geweest. Hebben jullie een reportage over Halloween gedaan. En ik mag zeggen en ik durf het ook te zeggen dat wij het leukste, toffe Halloween product hebben in Europa en het is echt een cult status. We hebben nu 5 keer op rij de award gewonnen van het leukste evenement in een Duits pretpark. Dus ja, als je niet bang bent, ik daag jullie uit om met Halloween weer te komen. Nou, wat met name bij Klip en Klaar in Halloween zo fantastisch was, eerst hoe het programma snel gemaakt was. We hebben weinig meegemaakt dat een reportage bijna een half uur duurde, een dag later na de shoot al helemaal klaar was. En dat is echt chapeau. En daarnaast, ik zie Erik nog in onze mazes rondlopen. Hij had heel veel angst, heel veel grote praat van tevoren, dat doe ik wel eventjes. Maar de grote Erik Dikker kwam er toch aardig klein uit, hoor, moet ik zeggen. Het is nog niet eens een uurtje vanaf Arnhem. Ik weet het zelf eigen ervaring. Ik doe er zelf vanuit Giesbeek 3 kwartier over om hier te komen. Dat is net over de grens, dus helemaal niet ver rijden. Vertel, wie heb je gezien? SpongeBob, Patrick en die andere weet ik niet meer hoe die heet. En heb jij nog iemand gezien die je heel leuk vond? Ja. Wie dan? SpongeBob. En wat deed die? Gek. Echt waar? Hier is number one of the Netherlands op de Hollandse dag in Movenpark Germany. Gepresenteerd door Veronica Maxi. Hier is Jan Smit! Ik lig gebroken in mijn bed. Heb net te doen.
gezet. Ik wilde wel, maar het ging niet recht. Mijn kater won weer het gevecht. Heb weer verloren van de fles. Bovendien, niemand. Nou, dit was een klein verslag van de Hollandse dag in de Movie Park Germany. Ik hoop dat je het net zo leuk gevonden hebt om ernaar te kijken als dat ik het gevonden heb om het te maken. Ik hoop dat je gewoon volgende week weer kijkt. Dan is er zeker weer een clipje dan klaar te zijn. En word even vrienden met op Hives. erikdikke.hives.nl. Tot volgende week. Hoe vond je de high fall? Wel leuk. Maar het is wel eng. Ja, vind je het eng, ja? Ja, ik begin wel. Het wordt opgenomen, dat iedereen ziet nou dat je het eng vond. Maakt mij niet uit. Zijn we al vrienden op Hives? Ja. Oh, nou dan op mijn Hives? Nee, maar dat maar niet. Oh, maar dat worden we dan nou, hè? Ik geef je zo'n kaartje mee, dan kan je op mijn Hives komen. Wil jij nog iets heel leuks zeggen over Movie Park Germany? Germany? Pas op de tas, sorry. Is dat er ineens een tas? Moet je zeggen dat je het heel erg leuk vindt. Dat ik krijg daar geld voor als jij dat zegt. Vind je het mooi hier? Ja. Kan je dat zeggen, dat je het mooi vindt hier? Ja. Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door wereldstudiefonds.nl.